ons toch ongeveer 1 miljoen per maand aan kosten die we maken voor dierverzorging, door personeelskosten, ga zo maar door. Uiteindelijk is steun natuurlijk fijn, maar de enige oplossing is eigenlijk het park open. Hè. Op het moment als de gasten weer terugkomen, zal de omzet weer op peil komen en kunnen wij weer gaan werken aan alle doelstellingen waar de dierentuin voor staat.